Ontdek het opmerkelijke verhaal van Babs Schutte, een 24-jarige winnares van de Popprijs van Overijssel, die nu deelneemt aan het spraakmakende programma Wie is de Mol? In een boeiend interview deelt Babs haar ongeloof en enthousiasme over de uitnodiging voor het programma, die ze aanvankelijk als een grap beschouwde. Ze vertelt over haar voorbereiding op de opnames, hoe ze de tactieken van de Mol en de kandidaten analyseerde, en de uitdagingen die ze in Mexico heeft ervaren. Hoewel ze zichzelf niet als een bekende Nederlander beschouwt, voelt Babs het als een enorme eer om deel uit te maken van Wie is de Mol? Ze bespreekt haar tactiek om niet alleen geld te verdienen, maar ook om de dynamiek tussen de kandidaten te observeren. Babs bekent dat het geheim houden van haar deelname moeilijk was, aangezien het een lang gekoesterde droom van haar was. Het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? Brengt niet alleen Babs, maar ook andere opmerkelijke deelnemers, zoals presentatrice Tooske-Ragas. Wetenschapsjournaliste Anne Gimbrere en acteur Jeroen Spitsenberger. De eerste uitzending is gepland op zaterdag 6 januari om 20.30 uur op NPO 1 bij Afro Tros. Mis de opwinding niet en volg Bab Schutte op haar avontuur in Wie is de Mol? Stem af op NPO 1 en ontdek Wie de Mol is in het nieuwe seizoen vol intrigerende wendingen en uitdagende opdrachten.